Vandaag is het de laatste dag dat Wout Bruin zijn pop-up restaurant 117 aan het fornuis staat. Morgen wordt alles opgeruimd en ingepakt en trekt de sterrenchef een weekje op vakantie om dan weer aan de slag te gaan in Egalière, nabij Saint-Rémy de Provence. Zijn project in Antwerpen was zo'n groot succes dat hij elke dag klanten moest weigeren. We hebben heel veel mensen moeten weigeren. Heel veel goede klanten ook van bij ons in Egalière in de Provence, die ik helaas niet heb kunnen nemen. Ja, ik zou zeggen, is dat nu positief of negatief? Ja, voor mij is dat positief. Ik had ze graag ontvangen, maar ja, we zullen het waarschijnlijk, als we het terug doen volgend jaar, dan zijn zij meer dan welkom. Hè. Wout Bru is erg enthousiast over Antwerpen en gaf zelf al wat aan dat hij toch overweegt om na het zomerseizoen in Frankrijk terug naar Antwerpen te komen. Het geeft natuurlijk wel ideeën om dat te herhalen volgend jaar. Maar natuurlijk, alles hangt er natuurlijk vanaf. Je moet een goede plaats vinden, een originele plaats vinden. Je moet zeer goede infrastructuur hebben. Want uiteraard, je kunt niet investeren voor 4 of 5 maanden in een horecazaak. Dat is heel moeilijk. Dus als ik de gelegenheid heb om een mooie plaats te vinden die qua infrastructuur correct is, dan doe ik het zeker en vast. In oktober zal wellicht duidelijk zijn of Wout Bru hier opnieuw neerstrijkt.